we hebben een trein gevonden. Hè? We zijn nu bij Heino. We zaten een beetje bij je te praten over een paar dingen gewoon. Ja. Is dit spelletje erg je niet? Mensen erg je niet? Zijn je iPal 2 binnen? En wij allebei 1. Nee. Helaas, we zijn er weer hoor, bij deze rotuigen. Meneer Sip! En meneer Van Meulen! Ik wil niet meer verder! Hey joh, Grijsje, het is leuk! Ja? Het is leuk! Maar waarom doe je dit nou? Je volgers zijn net toegenomen door net te van alles en dan kom je hier en dan ga je ze allemaal weer kwijtraken door mij. Ik ben met het team net even anders aan het bellen. En voordat ik dat ga beginnen, ga ik eerst even nieuwe batterijen gooien. Dus ga ik even een nieuwe batterij pakken. Mijn batterij is leeg natuurlijk. Dan ga ik even nieuwe batterijen gooien. En wat ik al zei, dat ik ging bellen met ze. Maar ik wist niet zeker of ik ging vloggen. Nou, dus blijkbaar ben ik nu aan het vloggen. Dus. Tot wat net nieuws is uitgebracht. Misschien doen jullie ook al. 3 dagen terug al hebben gehoord, voor mij is het nu zondag. Woensdag hebben jullie denk ik ook al vast gehoord dat scholen dicht zijn, horeca dicht zijn, alles is dicht, behalve supermarkten als het goed is. Super tof dat je kijkt naar deze goede vlog. Welkom bij deze net hebben alles toch. Mijn naam is Vincent, links zit naast mij. Maar nou even over wat serieus, want is het Sander heeft niet zo lang geleden over gehad, zo van over dat na deze coronacrisis dat we het normale leven willen ingaan. Voor Sander en voor Veerle, denk je dat dat jullie het normale leven weer kunnen oppakken? Ik denk het wel, maar het kan even tijd kosten voordat ik weer helemaal weer in een normale wereld zit. Zoals jullie zien, zijn we nu met z'n 6 aan het bellen. Hoe leuk is dat? Want... Wow, dit is heel apart. Ja, echt heel apart is dit. Ja, wel gezellig. Dat is zeker. Ja. Nou, ik ben al aangekomen bij Toos. Hoe vind je lak van? Ja, gezellig. Gezellig. Gaan mensen hier? En hoeveel ben je aangekomen? Met 7 personen. Of doe je dat niet? Nee, je zei je bent aangekomen. Ja, ik ben gewoon aangekomen. Hoeveel ben je aangekomen? Hoeveel kilo? Oh, dat is top. Nou, ik ben gewoon... Maar wat ik ook al vertellen is... Vandaag, precies nu een jaar kennen wij elkaar van net even anders. En het is al nu jaren geleden dat we elkaar voor eerst... kennen. De eerste ontmoeting van net even anders, nu een jaar geleden. De eerste ontmoeting, hoe bizar was dat? En ik zat te luisteren vanochtend trouwens op de radio, als ik het vergeten te zeggen, tot zelfs op de radio hebben over die Cars. Die YouTuber die uit België is vermist al sinds vrijdag. Dus ik vraag af waar die echt uithangt. Want dat we nooit zo typen dat hij zo kat op kat eigenlijk brengt. Dat de kijkers brengt, wat dan ook. Attention, attention. Please leave the building immediately. Wat is dit nou aan hand? Wat is dit nou? Nou, alles weer terug weg, jongen. Waarschijnlijk brand. Oh mijn god. We zijn nu in Utrecht. En ineens gaat de brandalarm hier al. Attention, attention. Please leave the building immediately. What the fuck is dit dan? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Brandalarm die al gaat. Wauw. Maar Jasmijn, vertel wat er net gebeurde. Ik had zo'n ding in mijn hand. Ja, een cash gebeuren in zijn hand en door een hele keer brengt de pleuris uit. Ja. En je ging gaan jas passen en gelijk had de lachen op. Heel bizar dit allemaal.
echt. Ja. Mooi dat je meegemaakt. Zou je? Goed, ja. Rick, zou je? Ik zeg het voel net zo goed. Ja, het ging net zo goed, ja. Oh, god. Iedereen loopt naar buiten. Door naar de brand. Waar ik juist ga over hebben is over wat eigenlijk belangrijk is, gezond eten. Hoe ik bezig ben om gezond en te bewegen is omdat, hoe ik het doe, is ik loop sowieso al naar mijn werk. Wat te vertellen natuurlijk, ik ben op apart nummer gebeld en is voorgedaan als psycho. En wil ik ook vast bij zeggen, kijk er mij uit. Want ik ben gewoon door vrouw de